Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven Nederland een gemixt wolkenpakket met hier en daar nog een opklaring. Maar boven de Noordzee liggen dikkere wolken klaar. Dat betekent dat in het grootste deel van het land toch overwegend bewolkt zal zijn vanochtend. Met hier en daar een spatje motregen in de noordwestelijke helft en mogelijk nog wat zon in met name het zuidoosten van het land. Daar is het het koudst, ook vanmiddag met temperaturen van een graad of 7, 8 misschien. En hebben we uiteindelijk maxima van 10 of 11 graden langs de kust in het westen. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt. Net als vanavond met hier en daar nog een spatje regen of motregen. Maar het wordt wel geleidelijk weer op veel plaatsen droog. Morgen hebben we opnieuw zo'n wat druilerige dag. Met af en toe wat lichte regen of motregen. Ook droge perioden. Bewolking blijft overheersen. Een matige wind uit het zuidwesten. En een temperatuur van dan zelfs 10 tot 12 graden. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dat is het ook donderdag nog. Vrijdag komt er langzaamaan wat meer wind. Wind begint ook te draaien naar het noordwesten. En zaterdag waait het duidelijk harder. Er komt meer ruimte voor opklaringen. De zon schijnt af en toe. Tegelijkertijd wordt het weerbeeld buig En gaat de temperatuur iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl